Goedemiddag op deze woensdag. Het is 28 september. Ik ben klaargemaakt. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe weekvlog. Nou, ik heb gisteravond gekeken naar Goede Tijden en Vier Handen op één Buik. Ja, er was ook wel wat commotie over en ik snap die wel. Ik vond het zelf ook af en toe een beetje vaag allemaal. Maar oké. Ja, er zat best wel een groot leeftijdsverschil tussen. En op zich, ja, zij was 19, hij 38. Ze waren dan zwanger van haar eerste kindje. Hij had al twee kinderen uit een andere relatie. Dus ja, het was allemaal eventjes een beetje dat je dacht van, ja. Ik had ook het idee dat er wel wat met haar was. Ze kon ook niet echt emotie tonen op een of andere manier. Ze zei de woorden soms ook niet helemaal goed. En dat is op zich natuurlijk niet heel erg. Maar dan denk ik van, ze kon eigenlijk ook niet in het huis blijven. Want hij woonde anti-kraak. En dan mag je eigenlijk niet met kinderen zitten. Dus het was allemaal een beetje vaag. Ik heb daarna het roer omgekeken en ben ik even gaan gamen. Maar zoals je hoort, misschien hoor je het, ik ben onwijs verkouden. Ik nies, ik hoest. Ik heb last van mijn keel. Ik heb last van mijn oor. Mijn neus die loopt leeg, ik heb er slecht van geslapen. Dus ja, ik ben wel flink verkouden en daar heb ik gewoon best veel last van. Dus daardoor heb ik ook iets minder lekker geslapen, maar oké. Ik heb in ieder geval de vlog afgemaakt, ik heb mijn foto's bewerkt en daarna ben ik de Netflix-serie gaan kijken. En toen was het tijd voor Fugé. Dus op zich was het een prima avond, behalve omdat ik me niet helemaal topfit voel. Ik heb even mijn nagels een andere kleur gegeven, maar ook niet helemaal weg van dit lakje. Het is dit lakje. Het is de kleur Xenophyr Fabulous Foxia, maar ik vind dat je hele lichte plekjes ziet, maar ik moest even wat. Ik ga nu eventjes hier de woonkamer doen. Ik ga nog even wat andere klusjes doen, daar zal ik jullie bij zetten. Maar ik ga nu eerst maar eventjes gaan aan de gang, want des te eerder ben ik ook klaar. Dus ja, dat ga ik nu eventjes doen. Dus ik ga muziek aanzetten en aan de gang. Zo, ik ben klaar met de klusjes. Op zich ging ik er wel redelijk snel doorheen, dus dat was op zich wel lekker. Nou ja, ik heb eventjes op de matjes weer neergelegd. Er was toch weer wat gespuugd wat ik nog niet had gezien, dus dat is nu ook allemaal lekker schoon. Dus het is wel weer een lekker gevoel dat het schoon is. Ik heb de televisie ook even afgenomen. Vind ik ook altijd wel belangrijk, even alles goed gestoft, dus dat is allemaal wel fijn. Ik heb eventjes een bruistablet genomen voor het hoesten. Die heb ik toen bij de Lidl gekocht. En die hebben een soort van sinaasappelsmaakje, heel licht. Dus als ik morgen bij Lidl kom, ga ik wel weer even alvast een nieuw doosje kopen. Want ja, aangezien ik best wel aan het hoesten ben. En ik hoop dat dat een beetje helpt. Maar je moet er best wel veel nemen. Het zijn niet hele volle. Ja, ze zijn niet heel vol, zeg maar, die verpakkingen. Dus dat heb ik even weggedronken.
kijk ook niet echt uit om te gaan avondeten, moet ik zeggen. Want mijn keel doet heel erg zeer. Ik heb morgen ook echt zoiets. Ik ga morgen denk ik lekker een soepje maken. Dat ik, gewoon, ik heb het nu niet in huis voor soep. Maar dat ik dan gewoon lekker even een soepje kan maken. Dat die keel gewoon, dat ik niet te veel hoef te kauwen. Want mijn kaak doet ook heel pijn. En dat komt ook bij mijn oren vandaan. Mijn kaak en mijn oren, dat, ja, dat zit allemaal met elkaar in verband. En daar komt ook de pijn vandaan. Maar ja, dat merk ik nu ook een beetje. Maar goed, ik ben nu in ieder geval weer klaar. Dus dat is wel lekker. Ik heb nog heel eventjes wat in mijn mus gedaan. Nu ga ik zo even lekker relaxen. En dan ga ik straks lekker douchen. Daar verlang ik dan zo naar, een lekkere warme douche. Omdat ik natuurlijk hier nog niet stook. Nou, vanavond, je hebt wel Steenrijkstraat Arm, maar ik heb het idee dat het een herhaling was. Want ik geloof dat volgende week, vorige week de laatste was, maar dat moet ik even zien. Ik kan sowieso nog wat terugkijken. Ik wil sowieso even kijken, maar ik weet niet wat ik ga doen. Of ik Splatoon ga doen, misschien wel. Ik had namelijk even wat hulp gehad bij een quest op Fortnite. Dus die kan ik nou ook afmaken, maar ik moet gewoon even kijken. Ik ga de vlog inplannen. Ik moet nog even een thumbnailtje maken. Ik ga eventjes mijn blogpost schrijven. Ik ga morgen mijn bril laten verstellen, want die zit nog steeds niet goed. En dan ga ik mijn Netflix serie kijken. Vanavond is weer tijd voor oogappels, daar heb ik wel weer zin in. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien, want ik ga nu verder niks meer doen. Ik had wel geluk, ik had een hele reeks zegels van Nathalie gekregen voor de bakjes, want die sparen ze niet van de Lidl en ik wel. Dus dan heb ik er alweer eentje compleet, dus dat is wel heel lekker. Maar goed, ik ga jullie in ieder geval morgen zien, want ik ga nu even lekker relaxen. Want mijn keel heeft niet zo heel veel zin meer om ook te praten. Ik krijg meer pijn, dus vanavond ja, praten doe ik toch niet. Ja, tegen mijn katten, maar voor de rest niet. Dus het wordt een beetje mijn keel sparen. Maar goed, ik zie jullie morgen. Goedemiddag, deze donderdag. Het is 29 september. Ik ben klaargemaakt en ik heb een nieuwe blouse aan van Duitsland. Ik zal hem even in de spiegel laten zien. Ik vind hem wel heel leuk zitten. Ik heb er gewoon een heel net hemdje onder aangetrokken. Zoals je kan zien, want hij is dus een beetje kort. Maar gewoon met een net hemdje kan het prima. Hij zit wel lekker, ik ben er wel blij mee. Het is in huis inmiddels 18 graden. Dus het koelt echt wel langzamerhand af. Dus ik ben heel benieuwd hoe lang het goed gaat zonder de verwarming. Maar dat gaan we zien. Ik heb gisteravond Steenrijkstraat Arm gekeken en ik heb Fortnite gedaan met Nathalie. Dus ik ben wel weer een paar levels omhoog gegaan, dus dat ging op zich wel lekker. Ja, op zich was Steenrijkstraat Arm wel leuk, maar ja, ik weet niet. Het raakte me niet zoals sommige andere afleveringen dat kunnen doen. Dus dat, ik heb de thumbnail gemaakt, ik heb een blogpost geschreven. Toen ben ik mijn Netflix-serie gaan kijken die steeds vreemdere vormen aanneemt. Dus ik ben echt heel benieuwd ook wel naar het einde. Ik heb nog twee afleveringen en dan is het gedaan. Vind ik ook wel jammer, omdat het echt een steengoeie serie is. Daarna heb ik weer oogappels gekeken. Dat was ook gewoon weer superleuk. Dus ja, daar blijf ik fan van. Ik vind het jammer dat ze niet genomineerd zijn voor de Televisie Award, want ik had het ze zeker gegund. Maar ze zitten er helaas niet bij. Nou ja, dat. Ik ben eventjes weer een nieuw boek gestart met een reeks van drie. En ik heb alweer een paar nieuwe binnengehaald. Er komt binnenkort ook eventjes een video online waarin ik wat meer uitleg over het lezen van e-books. Dat was namelijk nagevraagd. En ik ga daar nog een losse video over maken. Nou ja, ik ga zo meteen denk ik eventjes diamond paint. Ik heb nog niks gehoord over hoe laat mijn coach er is. Met de boodschappen, dus dat is even afwachten. Ik moet sowieso even stofzuigen en zo. En dan ja, ga ik gewoon eventjes afwachten hoe en wat. Dus dat is voor nu even de planning. Dus ik neem jullie straks nog wel eventjes mee onderweg. En dan ga ik nu eerst eventjes aan de gang. Verder heb ik niet zo heel veel te vertellen. Ik heb nog steeds een hele zere keel. Ik had ook het idee dat het juist wat erger was geworden. Mijn kaak doet heel zeer. Ik kon gisteravond echt bijna niet kauwen met eten. Dat zijn wel een beetje de vervelende dingen. Maar goed, ik ga nu in ieder geval eventjes aan de gang. En dan ja, zie ik jullie sowieso later weer.
Ik heb boodschappen gedaan. Ik zal ze eventjes laten zien wat ik heb gehaald. Ik zal die even hier neerzetten. We zijn even naar het winkelcentrum geweest. Mijn bril eventjes weer versteld. Hij doet het nu alweer. Maar ik moet dus regelmatig de neusvleugels laten verstellen. Ik ben nu ten oren gekomen. Ik heb boontjes. Spekjes. Ik moet even een beetje zoeken. Ik ben bij wat andere winkels geweest. Kattenstikjes voor dierendag. Colaatje. Kijk voor. Alle dingen gaan nu. Ik heb even hoestabletjes meegenomen. Ik heb een spaat gekocht bij de Zeeman. Bij de Zeeman, bij Lidl. Die had ik nog niet. Dan heb ik beschuit. Pikandellen, een grote doos. Aardappeltjes. Soepstengels. Ik maak straks even een soepje. Ik heb geen zin in eten, maar ik heb wat eten. Een dubbelfris. Nog een dubbelfris. Slavinken. Knapjes. Broccoli. Bakboter. Frietsaus. En twee flessen van deze, want die waren in de aanbieding. Ik heb weer de rijde klauwen en de sinaasappelsap. Dus dat is het. Ik ga dit zo even opruimen. Dan ga ik zo eerst even lekker douchen. Even een soepje maken. Dan ga ik vanavond even lekker Goede Tijden kijken, meester Frank Visser. En weer nog even iets terugkijken, ondertussen nog even gamen. En ik moet mijn foto's bewerken vanavond. Dan ga ik mijn serie kijken weer op Netflix. En dan ga ik weer Vuurzee kijken, dus dat wordt het ook. Ik ga nu in ieder geval voor vandaag stoppen met praten, want ik heb echt heel erg last van mijn keel. Dat trek ik niet echt meer. Mijn coach had verf meegenomen, dus ik kan aan de gang in de keuken. Dat is ook wel lekker. Maar goed, ik ga dus eventjes opruimen en dan zie ik jullie gewoon morgen weer, want... ik voel me niet helemaal topfit, dus nou, voor nu even zo dan. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is 30 september. Ik ben klaargemaakt. Vandaag is Frank jarig, dus Frank gefeliciteerd. Niet dat je mijn vlogs kijkt, maar wat maakt het uit? Ik heb al een appje gestuurd en zo. En ik had de kaart bij mijn moeder achtergelaten. Die heeft Nathalie meegenomen. Dus die zal die straks wel krijgen. Of heeft die misschien al gehad, dat weet ik niet. Ik heb het gevoel alsof dit gedeelte van mijn gezicht helemaal verdoofd is. Maar dat klinkt ook raar, want ik voel wel pijn, zeg maar. Ik voel heel erg de pijn in mijn kaak, in mijn oor. Maar voor mijn gevoel hangt mijn mond ergens hier. Terwijl dat is helemaal niet zo, want het zit gewoon op één lijn. Maar voor mijn gevoel hangt mijn gezicht echt helemaal zo. Dat, ja, dat iets hangt. Ik heb ook gewoon heel erg veel pijn als ik met deze kant, zeg maar, moet eten. Dus ik weet niet precies wat het is. Ja, het komt bij die verkoudheid vandaan. Maar ja, ik hoop gewoon echt dat het snel een beetje opknapt. Ik zal in ieder geval straks weer even zo'n glas met dat... met zo'n bruistablet gaan opdrinken voor het hoesten. Maar het wordt nog niet echt minder. Nou, heel veel mensen denken natuurlijk gelijk dat het corona is. Maar dat is niet zo, want ik heb wel een test gedaan. Maar het was geen corona... maar ja, de gewone verkoudheid bestaat natuurlijk nog. Maar ja, ik denk dat we dat wel een beetje in het systeem houden, dat corona. Ik heb gisteravond dus een lekkere soepje gemaakt. Dat was wel echt ultiem genieten. Ik moest wel heel erg veel naar de wc, omdat je natuurlijk heel veel water naar binnen krijgt. Maar ik heb er wel echt van genoten. Ik had er ook gewoon echt heel veel zin in. Dus dat was wel heel fijn. Ik heb gewoon Goede Tijden gekeken en daarna meester Frank Visser. Ja, dat ging weer zo over een erfgrens. Het is altijd wat. Maar het was op zich prima. Daarna heb ik even Kou van Holland afgekeken. Want dat had ik zaterdag opgenomen. Dat vond ik wel leuk. En heb ik ondertussen even Splatoon gespeeld. Maar dat is wel... Soms is dit wel pittig. Maar dat maakt het ook wel heel leuk. Ik kan het wel een keertje laten zien als ik het speel. Als jullie dat ook leuk vinden. Nou, toen heb ik de foto's bewerkt. Ik moet nog eventjes één nieuwe maken, want die kon ik niet meer vinden. En toen
ben ik mijn Netflix-serie gaan kijken. Vanavond de allerlaatste aflevering. Vind ik super jammer. Ik ben er wel heel erg van aan het genieten. Maar ja, er zijn natuurlijk genoeg andere series op. En daarna had ik Vuurzee. Dat was ook wel weer spannend. Toen ging ik naar bed. En ik wilde natuurlijk altijd even lezen in bed. Maar ik had het gewoon koud, want ik had gewoon mijn slaapkleren aan. Dus ik heb gewoon mijn badjas eroverheen aangetrokken in bed. Zodat ik in ieder geval eventjes met warme armen lekker kon lezen. Toen ik ging slapen heb ik natuurlijk de badjas wel weer uitgetrokken. Want ja, dat is niet echt een goed idee met slapen, want dan zweet ik me kapot. Maar dat was wel even heel fijn, maar zo koud had ik het. Ik had koude voeten, ik had koude benen. Maar ik ben niet iemand die met sokken aan slaapt. Ik ga halverwege de nacht, dan trek ik ze in mijn slaap ergens uit. Maar ik had het echt heel erg koud. Ik ga het nu even stofzuigen. Dan ga ik de slaapkamer doen. Dan ga ik jullie meenemen. De boodschappen moeten nog even naar boven. Ik moet nog even het cadeautje van Frank eruit halen. Ik heb voor Frank gewoon een. Ik zal even kijken of ik hem kan vinden. In de kast ergens. Heb geen los tasje bij me. Dan was die heel handig. Maar. Ja. Kijken hoor. Ik raak nu gewoon in de stress dat ik hem niet zie. Terwijl ik weet dat hij erin moet zitten. Medicijnen. Moet ook eventjes. Oh jeetje, waar is hij nou? Ik denk dat ik hem in de kast heb gestopt. Oh hier, gelukkig. Ik heb een bol.com. Kaart gekocht voor hem. Volgens mij staat er niet op hoeveel erop staat. Oh, ze heeft hem natuurlijk al dichtgevouwen. Heeft ze. Oh ja, nee. Staat er wel gewoon op. Er zit gewoon een activatiebewijs in met de code. Dus dat is prima. Dus die moet ik nog eventjes inpakken straks. Maar is gewoon heel simpel een bol.com cadeaubon. Want hij wilde geld of een bon. Dus ik dacht, nou, dan doe ik wel bol.com. Dus die moet ik nog even inpakken. Maar goed, ik ga dit even allemaal naar boven brengen en dan ga ik eventjes aan de gang. Dus eerder ben ik klaar.
hier worden de laatste brokjes inmiddels even opgegeten. Ze hebben iets later eten gehad, was iets later klaar, maar het is nu allemaal weer lekker klaar. Ging op zich wel, maar ik heb het nu wel weer onwijs warm. Dat gaat het, hè. Ik ga van warm naar koud. En nou ja, de was is ook klaar, want die had ik even aangezet. Dus die kan ook zo mooi eventjes de droger in wat erin kan. En dan, ja, is het eigenlijk ook wel weer zo goed als rond. Ik heb gewoon lekker weer een schoon bed. Daar kan ik wel van genieten. Ik had weer wat tandpasta vlekken in mijn bed. Ik ben dus iemand, ik poets op mijn bed mijn tanden. Want dan ga ik ondertussen even een spelletje doen terwijl ik mijn tanden aan het poetsen ben. Maar soms gaat er dus wat tandpasta lekte van je tandenborstel af en dan belanden ze dan op je hoeslaken. Dus ja, dan krijg je van die tandpasta vlekken in je hoeslaken. En dat is wel heel vies. Dus ik probeer het nu wel meer in de douche zelf te doen. Maar ik vind het gewoon lekker om er even bij te zitten als ik mijn tanden poets. Maar ik zou natuurlijk ook gewoon op de toiletpot kunnen gaan zitten. Dat zou ook nog een optie zijn. Maar het is in ieder geval klaar. Nou, cadeautje van Frank net even ingepakt. Dus ventilator heb ik naar boven gebracht van de slaapkamer. Dat was ook lekker, want die heb ik toch niet meer nodig. Dus dat is allemaal wel fijn. Ik ga zo even lekker relaxen. De was even in het droge doen. Ik heb mijn drinken al op, zeg maar, van de hoest. Het hoestdrankje. Ja, het is geen hoestdrankje. Het zijn hoesttabletjes. Maar die los je op. Want het zijn bruistabletten. Dus die heb ik ook al opgedronken. Nou, dan ga ik straks even lekker douchen en eten. Vanavond kijk ik weer lekker Flikker Rotterdam. Daar heb ik wel zin in. Ik wil nog wel even mijn nagels doen, want ik had de lak eraf gehaald. Ik heb mijn vinger even afgeplakt, want ik heb me ergens aan verwond. Volgens mij aan het nachtkastje. Die is een beetje scherp. Dus dat begon een beetje te bloeden. Ik denk, laat ik het maar afplakken. Anders heb ik soms dan al gelijk bloed in mijn nieuwe dekbed, of in mijn schone dekbed overtrekken. Dat mocht natuurlijk niet. Verder moet ik vanavond de video in elkaar zetten en mijn blogpost schrijven. Waar ik dus nog even 3 nieuwe foto's voor moet maken. Ik ga nog even wat terugkijken. Ik weet nog niet precies wat. Dus dat moet ik even zien. Sowieso nog even gamen. Ik ga de laatste aflevering van mijn Netflix-serie kijken. Waar ik wel heel benieuwd naar ben. En Roze Gunnar wordt klein. En dat wordt het ook. Ik ga je dan ook gewoon morgen weer zien. Want ja, ik probeer eigenlijk niet zo heel veel te praten. Omdat ik best wel last heb van mijn stem. Alleen soms merk ik dat ik meer praat dan misschien goed is. Maar goed, ik ga voor nu gewoon zeggen tot morgen. Dan ga ik mijn stem even sparen. Een hele goede morgen op deze zaterdag. Het is 1 oktober. Ik ga mezelf even klaarmaken. Want we gaan zo meteen naar de verjaardag van Frank. Mijn ouders komen al wat vroeger. Ik weet niet waarom we nou eigenlijk weer vroeg moeten gaan. Maar volgens mij begint het pas 2 uur. Maar ik weet verder niet wat er is afgesproken. Ik kreeg een appje en ik dacht, oké. We gaan het wel zien. Ik heb op zich wel intens geslapen, moet ik zeggen. Door die verkoudheid slaap ik gewoon meer. En op zich prima. Ik heb gisteravond lekker Rotterdam gekeken. Het was weer heel spannend. Ik heb er echt van genoten. Dus dat was mooi. En daarna heb ik Andy en Melissa gekeken. Die hebben een huisje gekocht in Spanje. Dat gaan ze helemaal opknappen en dat gaan ze dan verhuren, maar ook voor eigen gebruik. Dus ja, ik vond dat wel leuk om naar te kijken, dus daar heb ik naar gekeken. Toen heb ik de video in elkaar gezet. Die staat natuurlijk nog niet online, want die komt straks online rond 1 uur. En daarna heb ik mijn Netflix-serie uitgekeken. Dat kreeg een hele spannende wending. Ik had deze niet zien aankomen. Uiteindelijk het einde, dus dat was wel heel bijzonder. En toen even Roze Gunnar Wodka Lijm. Dus dat was het ook wel. Daarna ben ik ook wel lekker gaan. Even nog aan deze toe met mijn plek gaan slapen. Want ik merk gewoon, ja, dat je door de verkoudheid ook wel redelijk moe wordt. Ik ga mezelf even verder klaarmaken. Ik hoop jullie nog even mee te kunnen nemen. Ik weet niet precies of ik iets kan filmen, maar ik ga het wel even zien. Ja, wat er lukt. Dus nou, ik ga mezelf even verder klaarmaken. Dan ga ik zo even de stofzuiger doorheen doen. En dan zie ik jullie sowieso later. Zo, ik ben helemaal klaar. Ik heb een van de nieuwe jurkjes aan die ik bij de Primark kocht.
De ene laatste keer dat ik daar was. Dit is dus die wat kortere, maar met een legging eronder is het prima. Dus ik ben er wel blij mee. Hetzelfde gaat ook gewoon rondweg gehad. Dus. Ja, nou inderdaad. Ja. Hallo Angela. Hallo Frank. Kijk van Angela. Hoe voelt het om 31 te zijn, heel Frank? Heel chaotisch. Chaotisch? Ja. Dankjewel. Zo, kan ik ook kopen? Ja, ik kan het zeggen. Oh, weet je al welk spel je wilt hebben? Waarschijnlijk Assassin's Creed. Nou, oh, wanneer komt hij uit? October, dacht ik. Oh ja. Dat is maar eigenlijk moet deze oude nog even uitspelen. Oh, maar dat kan. Het kan wel, maar moet je wel bij je de tijd voor hebben. Nee, dat gaat niet, want hij heeft ook nog FIFA dat hij moet spelen en af en toe een beetje Fortnite. Ja, een beetje Fortnite. Je moet wel een beetje levelen, hè, met Fortnite. Ja, het is meer dat Nathalie heel graag gewoon samen wil spelen. Oh, jij hebt zoiets van, het boeit mij niet, die slakken en zo. Het boeit mij nu ook niet meer, want ik ben door mijn quest heen, dus nu... Oh, nu mag ik rustig. Wauw. Maar dat is leuk. Oh, had jij eerder wel eens een kaart? Had jij wel eens eerder een kaart van opa gehad? Volgens mij niet. Oh, wat lief. Van opa. Oh, wat lief. Nou, het beste paard van stal, ik ben je niet vergeten. Wat vind je van het inpakpapier? Vind je het niet leuk?
Hij had nog een envelop liggen, maar jij denkt ik beuk er even tussendoor. Hij heeft niet bedankt. Het is wel chaotisch. We hebben gewoon een rotweek gehad. Dus ja, inderdaad. Hallo Angela. Hallo Frank. Kijk van Angela. Hoe voelt het om 31 te zijn, heel Frank? Heel chaotisch. Chaotisch? Ja. Dankjewel. Zo, kan nu een spel kopen. Ja, ik kan het zeggen. Oh, weet je al welk spel je wilt hebben? Waarschijnlijk Assassin's Creed. Wanneer komt hij uit? October, dacht ik. Oh ja. Maar eigenlijk moet deze oude nog even uitgeven. Oh, maar dat kan. Het kan wel, maar moet je wel bij je de tijd voor hebben. Nee, dat gaat niet, want hij heeft ook nog FIFA dat hij moet spelen en af en toe een beetje Fortnite. Ja, een beetje Fortnite. Je moet wel een beetje levelen, hè, met Fortnite. Ja, het is meer dan Nathalie heel graag gewoon samen gaan spelen. Oh, nou, jij hebt zoiets van, het boeit mij niet, die slakken maar en zo. Het boeit mij nu ook niet meer, want ik ben door mijn quest heen, dus nu... Oh, nu mag ik rustig. Wauw. Maar dat is leuk. Oh, heb je, had jij wel eens eerder een kaart van opa gehad? Volgens mij niet. Oh, wat lief. Nou, het beste paard van stal, ik ben je niet vergeten. Wat vind je van het inpakpapier? Vind je het niet leuk? Heel cute. Er zitten wel stickertjes op. Ja, nee. Ja. Nee. Volgens mij zijn de pootjes van Hij was er niet klaar mee. Hij had nog een envelop liggen, maar jij denkt ik beuk er even tussendoor. Oh, oh sorry, dat had ik niet gezien. Want het heel veel plakband. Ja, ik denk ik moet je even het beste. Ik kan het niet alleen. Nee, ik neem het. Bol.com verkoopt ik speelgoed, ik ben het. Wel rot dat ze weg moest. En nou die jongen met een knotje, dan was die jongen steeds met een knotje. Oh, bij de Aldi? Nee, bij de Aldi. Dankjewel. Ja, dat is haar keuze. Dat is een leuk spulletje halen. Dat komt even bij jouw tent kijken. Iedereen bedankt. Alsjeblieft. Ah, dan ga je er aan deze kant in. Hallo! Nou, dat is allemaal wel gezellig hoor. Oh, kijk, Draak zit erin. Wat een gezelligheid, Lente, in jouw tent. Allemaal beestjes en boekjes. Dat is leuk. Hallo, Julia. Ben je er ook? Gaat met Julia vandoor. Het is Boomba. Die heb je van tante gekregen, hè, Boomba? Alsjeblieft. Ik ben weer thuis en heb even eten opgehaald. Voor mezelf, voor mijn snackbar. Ik ga nu eerst even lekker eten, want het is nu 6:10. Dus ja, mooie tijd om nu even wat te eten. En dan praat ik jullie later wel eventjes bij. Kijk, een pannenkoekplantje. Die had mijn moeder voor ons gekweekt. Die krijgt een leuk potje, dus die staat nu gezellig hierin. Dus dan kan die groter worden. Dus dat is wel heel erg leuk. Zo, inmiddels zit ik lekker op de bank. Ik heb gedoucht. Heerlijk. Ajax staat naast me aan. PSV had al verloren, dus we staan sowieso eerst. Dus ik hoop dat Ajax het gaat winnen. Dan hebben ze het best wel zwaar wat ik zo... zie, want er is nog niet gescoord. Het was een hele gezellige middag. Gezellig gespeeld met Lente. Lekker gekletst. Ik zat met Joe en Julia naast Lente te spelen. Dat was wel leuk. En kijk wat we met mijn moeder hebben gehad. De hamster met als katje. Maar hij kan ook zijn mutsje af. En dan is het gewoon een hamster. Maar met mutsje is hij dus een katje. Dus echt super leuk. Hij heeft ook een staart. Dus dat is wel echt super leuk. Ik zit nu lekker even Kamer van Holland te kijken. Ik heb net een bakje koffie gemaakt. Tijgertje ligt lekker naast me, dus dan ga ik zo even lekker kijken. Dan ga ik straks de Alles Kunnen Vips kijken. Ik ga nog even gamen. En dan ga ik de vlog voor het grootste gedeelte in elkaar zetten. En ik ga eventjes een nieuwe serie uitzoeken op Netflix. Ik weet nog niet welke. En ik eventjes Roos heel wat Kalijn kijken. Maar het was in ieder geval heel gezellig. Ik heb niet heel veel gevlogd. Frank zei op een gegeven moment, oh ik mis de vlogcamera's. Die had ik hem er even bij gepakt. Maar ik heb dus niet super veel gevlogd. Ja, omdat je ook gewoon met andere mensen bent en...
ja, niet iedereen wil op de vlog. Maar het was in ieder geval super gezellig. Ik ga jullie in ieder geval morgen weer zien. Ik heb nog lekker even mijn milkshake hier staan. Die staat hier. Ga ik nog even lekker opdrinken. En dan ga ik eerst zo even koffie drinken. En ja, ik hou van Holland kijken. En dus ondertussen Ajax. Dus nou ja, goed. Dat wordt nog even lekker mijn avondje. Ik ga jullie dus morgen zien. Goedemiddag op deze zondag. Het is 2 oktober. Ik zit even op de bank en ik heb een flinke puis hier weer. Gezellig. Waarvan ik gisteravond het gevoel dat het beter ging, voel ik me vandaag weer meer verkouden. Dus ik ga toch maar weer eventjes een testje doen. Het hoesten is ook meer geworden, terwijl ik al de hele tijd van die tabletten aan het drinken ben. Dus nou ja, toch maar weer eventjes een testje doen om zeker te weten dat het geen corona is. Waar ik ook niet van uitga, maar het is raar dat het nou weer erger wordt. Ik ga straks nog even een sozijzenbroodje nemen, want mijn moeder die had gisteren een sozijzenbroodje voor me meegenomen. Die had ze bij de winkel gekocht voor maandag, ook met Nathalie en Lente. Daar had ik trouwens niet dat Lente dat al eet hoor, want toen weet ik eigenlijk niet. Maar toen had ze er voor mij ook eentje meegenomen, dus die ga ik straks even warm maken. Ik heb gisteravond gewoon eventjes lekker de Kou van Holland afgekeken en daarna alles kunnen vips. Ik heb ondertussen even GTA gespeeld, maar dat ging niet helemaal lekker. Dus moet ik nog eventjes, probeer ik vanavond nog even mee verder te gaan. Ik heb de vlog voor het grote gedeelte in elkaar gezet. En daarna heb ik een nieuwe Netflix-serie uitgezocht. Ik weet de naam zo niet uit mijn hoofd. Ik zal hem eventjes in beeld neerzetten. Het is een Netflix-serie voor mijn 4 afleveringen. Dus dat. Toen heb ik daarna Roosje Robotkalijm gekeken. Toen ben ik naar bed gegaan. Mijn boek gelezen, die is bijna uit. Maar ik was ook wel moe, dus toen ben ik ook wel lekker gaan slapen. Nou ja, ik moet zo meteen even een kastje naar boven brengen. Mijn vader en zijn vriendin hadden een kastje meegenomen die ik wel wilde hebben. Want ik heb al zo'n soort kastje boven staan, die heb ik toen bij de Action gekocht. En ik merkte dat het nog niet helemaal lekker is. Dus daar wil ik dan aankomende week eventjes de make-up helemaal in gaan ordenen. Althans, wat ik dan daar heb liggen wat nog voor een video gebruikt moet worden. Of voor een review, zeg maar, voor mijn blog. Dus kan ik dat even helemaal ordenen. Nou ja, ik moet straks gewoon even groente afhalen, even stofzagen. Ik hoop nog even te kunnen bulletjournalen, wou ik zeggen, diamond paint. En daarna kan ik eventjes foto's maken. Daar moet ik nog even spullen voor uitkiezen. Ik moet even stofzuigen. Dus dat is het verder ook wel. Dus niet echt heel veel bijzonders of zo. Dat kastje even laten zien. Kijk, het is zo'n kastje. Die heb ik dus boven al staan. Deze is dan in paars, bolzen en paars. En die ga ik dan van de week even inrichten. Ik moet nog even mijn pannenkoekplant een plekje geven. Dus nou ja, dat allemaal. Ik ga nu eerst denk ik even een testje doen. En ik laat sowieso straks nog eventjes de fotospullen zien. Maar zou eerst maar even zorgen dat hier de boel weer netjes is. De was was niet helemaal droog geworden vanuit de droger. Dus die moet ik nog even uithangen. Dan kan ik morgen weer even een wasje draaien. Dus ja, ik ga eventjes wat doen nu. Verwacht, het is geen corona, dus nou, weten we het nu weer even zeker, maar gewoon een verkoudheidje nog steeds dus. De fotospulletjes. Ik heb hier van Rimmel de Wonder Extension mascara. Daar ben ik wel heel benieuwd naar. Die had ik wel eventjes liggen. Dan heb ik een Labello, een 24 Hour Hydration. Dus daar ben ik ook wel benieuwd naar. Die zit ook SPF 15 in.
En dit Rockdose Gens 12 Color Baked Eyeshadow Palette. En hier ga ik ook nog een losse video over maken. Maar die heeft dus... ik hoop dat ik hem open kan. Deze kleuren. Dus ik ben wel heel erg benieuwd. Dus hier ga ik nu mooi eventjes foto's van maken. En dan is dat ook weer klaar. Zo, de katjes eten nog even hun laatste brokjes op. Het broodje was heel lekker. De bovenkant was iets te bruin geworden. Maar op zich maakte het er niet minder om. Ik snap het eigenlijk niet. Want ik had het de vorige keer met mijn moeder ook op deze manier gedaan. En ik heb het net zo gedaan. Maar ja, het kan natuurlijk ook zijn dat elk broodje heeft natuurlijk een andere kwaliteit. Want die broodje kwam toe van Albert Heijn. En deze kwam denk ik bij Deka vandaan. Maar hij smaakte hartstikke lekker. Dus dat was goed. Ik heb nog heel even diamond painting gedaan. Ik heb even naar boven gebracht wat naar boven moest. Ik heb de foto's gemaakt. Dus dat is ook allemaal klaar. Toen heb ik even nog wat was boven weggewerkt. Maar er zat hier eentje heel vervelend te miauwen. Omdat hij al eten wou. Dan kan ik me heel slecht concentreren als ik dan boven ben. En zij begint zo te miauwen. Maar goed, ze hebben hun eten weer op. Dus het is weer prima. Ik had gisteravond trouwens ook Ajax gekeken. Want dan had ik natuurlijk verteld dat ik die ook aan had staan. Maar daar werd ik niet heel gelukkig van, want ze hebben het verspeeld, want het is 1-1 geworden gelijkspel. En hebben maar 1 punt en we hadden nu echt mooi kunnen uitlopen op PSV, maar dat hebben ze niet gedaan. Ik las wel nu dat de race bezig is met Max Verstappen, die kan kampioen worden geloof ik. Nou ja, zullen we wel zien, dat interesseert mij niet zo heel veel eigenlijk. Nu ga ik zo even wat drinken en nog even lekker relaxen, want ik ben aan het niezen, ik ben aan het hoesten, het is allemaal niet zo lekker. Dan ga ik straks lekker douchen en een klein beetje eten. Ik heb niet heel veel trek. Vanavond doe ik weer mee met weet ik veel. En daarna ga ik een nieuwe serie kijken. SBS6, 5 Live heet dat geloof ik met Linda de Mol. Het is een nieuwe serie met Waldemar Torenstra. Ik ben wel benieuwd of dat wat is. Dus dat ga ik wel eventjes kijken. Ik ga foto's bewerken. Ik hoop eigenlijk nog eventjes een persbericht eruit te kunnen gooien. Dan ga ik mijn Netflix-serie kijken en dan ga ik lekker verder met Vuurzee. Dat was wel heel grappig, want de ouders van Frank die waren er ook gisteren. En zijn moeder zei al van, ja, weet je wat een goede serie is? Vuurzee, die waren we dus ook aan het kijken. Ik zeg, ja, klopt, ik ben hem ook aan het kijken. En, nou, dat is natuurlijk best wel een oude serie is, maar het is wel leuk als je het nog nooit hebt gezien. Ik ga nu even wat drinken en even lekker relaxen. Ik ga nu dan gewoon morgen weer zien, want het is... Het blijft een beetje snotterig en allemaal gedoe. Maar goed, ik zie jullie morgen. Een hele goede middag op deze maandag. Het is 3 oktober. Ik ben klaargemaakt. Zoals je kan horen ben ik nog steeds lekker verkouden. Dus dat zal voorlopig wel even zo blijven. Ik heb gisteravond weet ik veel gespeeld. Het was best wel moeilijk. Ik had een 5.8, dus net geen 6. Maar ik vond het niet heel makkelijk. Het was wel weer leuk om even mee te doen. Daarna ben ik 5 Live gaan kijken. Dat is een nieuwe serie op SBS6 met Linda de Mol en Waldemar Torenstra en nog een heleboel anderen. Best wel veel bekende namen zijn gestrikt voor deze serie. Dit gaat over Linda en Waldemar. Die zijn zeg maar ooit getrouwd geweest, nu gescheiden. Maar die hebben samen een talkshow op tv en dat doen ze nog steeds samen. Ze wonen ook nog steeds samen in een huis. En je ziet eigenlijk een beetje dreilen en zeilen achter zo'n talkshow. En op zich vond ik het wel leuk om te zien, maar er is ook best wel veel commentaar gekomen en dat snap ik wel. Want ze hadden, je zag dan op een gegeven moment dat ze dan zeg maar aan tafel zaten daar en toen hadden ze iemand uitgenodigd en daar zaten ze al een beetje over te zeuren steeds. Alleen toen je die persoon zag, toen legde je gelijk de link met een andere bekende Nederlander, namelijk met Angela de Jong, zij is tv-recensente. Zij kan best wel snoeihard uit de hoek komen. Daardoor zijn ook heel veel mensen geen fan van haar. Maar ik zag dit personage zitten en ik had gelijk zoiets van... zij heeft daar wel heel veel van weg. Ik had het idee dat deze rol gespeeld werd door Irene Moors. Maar dat weet ik niet zeker, want ze is niet heel lang in beeld geweest. Ja, toen gebeurde daar wat. Ik zal niet vertellen wat er gebeurde voor als je het nog terug wil kijken. Maar het was best wel heftig. En daar is best wel veel commentaar op gekomen. Sowieso dat je er heel duidelijk uit kon halen dat het om een parodie van Angela de Jong ging. En ook gewoon dat einde vonden mensen niet tof. En ik snap aan de ene kant die commotie ook wel, omdat je heel erg in deze tijd zit van
wat kan nog wel en wat kan nog niet. Carlo Boshart zou heel graag een nieuw seizoen van de tv-kantine willen maken, maar hij twijfelt heel erg van, joh, kan het in deze tijd nog wel dat satire en mensen op de hak nemen, omdat je tegenwoordig zo een aangifte aan je broek hebt hangen als je niet oppast. Dus in dat opzicht, ja, is het gewoon allemaal een beetje lastig. Ik snap op zich wel dat mensen er niet heel erg, heel erg enthousiast over waren. Ik vond het op zich zelf wel leuk en de kijkcijfers waren goed. Maar ja, door het einde van de aflevering was het dus niet zo heel positief. Ik heb mijn foto's bewerkt. Ik moet nog even 2 nieuwe maken, zit ik me nu te bedenken. Ik heb mijn Netflix-serie weer gekeken en daarna weer Vuurzee. Dus dat was het ook wel. Ik ben een nieuw boek begonnen. Ik heb mijn nagels gelakt. Ze zijn deze kleur. En dit is een kleurtje uit een Fruity Mood collectie. Deze ruikt dus ook echt naar een beetje sinaasappel. En dit is de kleur, als ik het kan lezen, 02 Be My Main Screen. Nou, het is deze, maar die is al heel lang niet meer te koop. Maar goed, die heb ik dus nu op. Ik ga even een was aanzetten. Ik ga de kattenbakken doen, de gang in de douche. Ik moet nog een hele grote was opvouwen. Ik ga eventjes aan de gang en ik ga jullie gewoon weer meenemen vandaag. Het eten is weer op hier. De wasmachine is bijna klaar. Dan kan het zo mooi de droger in. De gang is klaar. De douche is klaar. Kattenbakken zijn klaar. Dus dat is allemaal lekker. Even de rest van de was opgevouwen. Want ik had best wel veel. Ik ben altijd best wel achterstallig met het opvouwen van de was. Maar dat komt ook omdat ik mijn kledingkasten natuurlijk niet beneden heb. Mijn kledingkasten staan boven. En ik zie er dan altijd een beetje tegenop om het vlieshoottrappetje op te gaan. Om dan naar boven te gaan, maar ja, als ik het dan eenmaal weer heb gedaan, is het ook wel heel fijn. Maar het gewoon overal even een bende en ik moet gewoon echt eventjes, ja, weer even me ertoe aanzetten om weer wat te gaan doen. Dus ik hoop aankomende week daar even weer wat mee te gaan doen, want het schiet niet echt op zo. Ik ga zometeen eventjes wachten tot de was klaar is en die eventjes in de droger doen. Dan ga ik eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks koken, of eerst douchen en dan lekker koken. Vanavond kijk ik weer Goede Tijden en daarna Chateau Nijland. Ik denk dat ik daarna nog even wat ga terugkijken en even wat ga gamen. Verder moet ik nog even een paar nieuwe foto's maken. Ik moet even een blogpost schrijven. Verder niks. Ik zit nog te twijfelen of ik morgen een extra video online gooi. Dat weet ik gewoon eigenlijk nog niet. Ik moet nog even over nadenken. Ga ik mijn Netflix-serie kijken. Ik heb nog 2 afleveringen, want het was dus een hele korte serie. Vanavond ook weer Vuurzee. Dus dat is het dan ook wel weer. Dan heb ik het ook allemaal wel weer klaar. Ik heb wel eventjes weer de matjes gepakt voor in de wc, zeg maar. Want die had ik er een tijdje niet liggen. Ik vind het nu toch wel lekker nu het wat kouder wordt om dat weer neer te leggen. In de zomer hoeft het niet per se. Want dan is het meer warm aan je voeten dan dat je denkt van, oh lekker. Maar ik vond het nu wel weer lekker. Dus dat eigenlijk. Dus ja, ik ga het jullie dan ook gewoon morgen even zien. Ik moet nog even mijn drankje maken met hoesttabletje. En verder ga ik toch gewoon niks meer doen. Dus ik zou bij deze dan gewoon zeggen tot morgen.
Een hele goede middag op deze dinsdag. Het is 4 oktober. Ik ben klaargemaakt. Het is vandaag dierendag. De katten krijgen straks een extra stikje, maar ik blijf er altijd bij. Het is eigenlijk gewoon elke dag dierendag, want je bent elke dag goed voor je dieren. Tenminste, in mijn opinie ben je gewoon elke dag goed voor je dieren en niet alleen op dierendag. Eigenlijk vind ik het altijd een beetje een overdreven stempeltje, maar goed, omdat die er nou eenmaal is, krijgen ze een extra lekker dingetje. Maar ja, omdat ze gewoon elke dag natuurlijk gewoon vers eten krijgen, vers drinken. Ze krijgen elke dag een beetje nat voer. Vind ik het gewoon elke dag dierendag. Ze worden overladen met knuffels. Muisje? Muis? Muis? Muis die doet nu net even vervelend. Kom. Kom muis. Kom maar. Dus ja. Dierendag dus. Dat is dus wat ik er eigenlijk van vind. Ik heb gisteravond weer naar Chateau Meiland gekeken. Was wel weer heel leuk. Ook wel even emotioneel. Want ze kregen Nadège nog even te zien. Ja, ze is natuurlijk jarenlang hun huishoudster geweest. Daar op het chateau in Frankrijk. En ja, die is ernstig ziek. Dus dat was wel eventjes een emotioneel momentje voor ze. Daarna heb ik even Miljoenenjacht afgekeken. Ging niet zo heel goed. Maar ja, goed, weet je, die man die was ook wel heel realistisch. Hij zegt ook, ik kom ook met niks. En dat is natuurlijk ook zo. Maar als je ziet met wat voor bedragen sommigen naar huis gaan, was dit gewoon een beetje minder hoog. Maar evengoed nog een mooi bedrag waar je best wel hele leuke dingen mee kon doen. Daarna ben ik mijn blogpost gaan schrijven. Ging ook allemaal goed. Ik heb nog wat muziek bewerkt, dus dat heb ik ook klaar. Toen ben ik mijn Netflix-serie gaan kijken. Is wel heel spannend. Ik heb vanavond dan al de laatste aflevering, maar het was echt wel een hele... Ja, het heeft best wel een spannend einde, zeg maar. Je komt er nu meer achter. Ook wel een beetje vreemd nog af en toe, maar ik ben wel heel benieuwd hoe het afloopt. En daarna had ik Vuurzee en daar schiet ik ook wel aardig mee op. Dus, nou, dat eigenlijk. Ik ga zo meteen even stofzuigen en een video opnemen. Dan krijgen de katten straks wat lekkers. Dan ga ik denk ik nog even schilderen op nummer. Dus dat is eigenlijk wat ik voor nu eventjes wil gaan doen vandaag. Niet een hele drukke dag of zo, maar is ook wel een keer lekker. Dus ik ga jullie gewoon weer meenemen, maar ik ga nu eerst even stofzuigen en zorgen dat de video erop komt. Hé, hey, we moeten die vanaf happen. Even wachten. Lachen. Kijken. Zitten. Nikki, zit. Lekker. Fijne dierendag, vriendjes. Dat is lekker, hè? Ja, dat was wel een lekker snoepje, maar nu is het op. Ja. We hebben nog genoeg snoepjes gehad, toch? Pak er nog eentje pakken. Maar eentje dan? Openmaken. Ja, even openmaken. Het is een beetje een nare verpakking. Ik moet even knippen. Maar...
Ja, jij mag ook, liefje. Alsjeblieft. Nou, jullie eten het ook echt als water. Kijk eens. Zo, nou zijn alle snoepjes alweer op. Straks wil je lekker gewoon eten, hè? Maar je hebt je toch lekker schat voor die hele dag. Volgens mij zijn ze bijna klaar. Hij heeft eigenlijk het al op. Zo te zien wel. De muis ook zo goed als. Behalve Mickey. Mickey eet weer wat slechter. Zijn kans is heel groot dat hij het zo laat staan dat een van de anderen het op gaat eten. Heb je lekker gegeten, muis? Ja, jij ook lekker gegeten. Ja, lekker aan het smikkelen, hè? Nou, even wachten. Ik heb het idee dat Mickey het niet op kan, maar we gaan eerst even wachten om te kijken, hè? Was dat lekker, tijger? Zo te zien wel, je bent aan genieten. Ben je vandaag extra verwend, hè? Snoepjes gehad. Ja, was bij jou ook lekker. Muis, was het lekker? Nou, het eten is op. Ik heb video opnemen ging op zich wel lekker. Ik heb daarna ook even opgeruimd. De was heb ik even naar boven gebracht. Mijn haar zag het helemaal uit. Nou ja, de katjes hebben nu net lekker dus gegeten. Ze hebben lekker een stikje gehad. En ja, schilderopnemen ging ook wel weer lekker. Alleen ik ben nu met hele kleine, soms van die piepkleine stukjes bezig. En dat is best wel moeilijk, want mijn motoriek is niet je van het. Dat had ik als kind zijnde al. Ik heb er altijd een beetje moeite mee gehad, dus dat is een beetje een uitdaging. Maar op zich is het denk ik niet verkeerd om dat te trainen. Als dat nog te trainen valt op deze leeftijd. Maar goed, ik probeer het gewoon. Kijk, ik weet dat het dan niet perfect zal zijn. Maar ja, zo perfect als op het plaatje zal het toch niet worden. Maar ik ben tot nu toe wel blij met het eindresultaat. Ik ga zo even lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond kijk ik weer 4 handen op 1 buik. Daar heb ik wel zin in. Ik ga daarna even wat terugkijken en nog even lekker Splatoon doen, denk ik. Sowieso wil ik de vlog afmaken en de foto's bewerken vanavond. Ik ga de Netflix-serie uitkijken en daarna Vuurzee, dus dat wordt het verder ook wel. Het is niet heel spectaculair. Ik heb een paar beschadigingen aan mijn nagels, die wil ik even bijwerken, want ik kom niet zo goed tegen. Dus ja, dat wordt het verder ook wel. Ik ga bij deze dan ook gewoon de weekvlog afsluiten. Want ik heb verder toch niks meer te vermelden of wat dan ook. Oh ja, vanavond heb je Ajax nog. Dus die zet ik ook wel eventjes erbij aan op de laptop. Want ik ben wel even benieuwd naar. Maar ja, als ze zo slecht spelen of afgelopen weekend, dan wordt het ook niks. Maar goed.
Nou ja, ik ga bij deze dus de weekvlog echt afsluiten. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, er staat een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt, krijg je een melding zodra er een nieuwe video online komt. Vond je deze video leuk, doe zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video weer te mogen zien. Doeg!